Hey jongens, ik ben Dennis, a.k.a. Renske. En vandaag hebben jullie een nieuwe episode van GTA 5 Online Adventures. En vandaag is het solo. De laatste paar keer heb ik met de maats mij gedaan. Maar jullie hadden gevraagd om een keertje solo doen. Dus bij deze ga ik voor jullie wat solo doen. En ik heb mijn garage een beetje geüpgrade. Dus ik zou zeggen, laat eventjes in de comments achter welke wagen jullie het vetste vinden. En welke kleur ik deze vaca moet doen. Want hij is nou mat zwart en ik wil hem een andere kleur hebben. Ik zit twijfel om dat heel lichte groen te doen, maar dan moet je stuntjumps voor doen. Dus niet deze kleur groen, maar een andere kleur is daar. En deze is trouwens laatst bijgekomen. Dit is een Infernus of zoiets, of hoe die ook uitspreekt. Nou, in ieder geval, laat me even in de comments achter welke jullie het vetste vinden. En ja, deze wil ik ook nog een andere kleur hebben. Maar in ieder geval, dit is mijn favoriete auto. Dit is mijn Nissan GTR met dat rood, jongens. Dus echt, deze auto is zo fucking bruut. Dus deze pakken we. En we gaan even naar buiten. En we gaan even kijken wat we gaan doen. Want ik heb geen flauw idee. Dat is altijd het probleem bij GTA. Er is zoveel te doen dat je gewoon niet weet wat je moet gaan doen. Dus dat is het mooiste. We gaan even buiten even kijken wat we gaan doen. Even kijken of er bounties zijn. Dat is altijd wat leuks. Dan kun je een beetje geld maken. Want er is een update gekomen van Rockstar. Oh, mooi. Er is een bounty. En daarbij zijn zeg maar, alle hacks en exploits zijn, aangepakt. Waardoor mensen dus niet meer allemaal geld kunnen hacken. En bij mij was zo. Iemand had geld gehackt. En dan gaan ze uitdelen. En ik had ook geld daarvan gekregen. En ik had 60 miljoen van iemand gekregen. Random. En daar heb ik toen 20 miljoen van opgemaakt, dus ik had nog iets van 40 miljoen over. En daarna heb ik nog maar 200.000, nog niet eens. Kijk maar, ik heb nou nog niet eens 200.000. Maar ik vind het zo goed dat ze het aan hebben gepakt, want ja, het is natuurlijk ook een beetje heel erg dat ineens iedereen zoveel geld had. En dat is niet meer zo leuk, maar ik heb eigenlijk alles al gekocht, dus dat is wel een beetje jammer. Maar ja, fuck it. Het is toch wel goed dat ze het hebben aangepast. En check die skills, what the fuck, spring over auto's heen. Ik ga even een helikopter fixen, weet je wel, ik bel er al eentje. Makkelijker. Met Pegasus. Daar even een helikopterreis droppen. Oh jongen, vries. Want we gaan die bounty gaan we killen. Want ik wil geld hebben. Ik wil terror in deze lobby. Dat iedereen elkaar gaat killen. Dat is een lachen. Waar komt helikopter? Die komt hier rechts. Kijk hoe mooi deze auto is, joh. Kijk dan. Het is toch gewoon een beauty. Fucking vet, rood. Je zult hem niet veel tegenkomen zo. Dat weet ik wel zeker. Heel veel mensen weten ook niet hoe je de rood kan krijgen. En wat de fuck is hier gebeurd? Er zit een dikke rode stip op de kaart. What the fuck is dit? Is dit nieuws of zo? Waarschijnlijk onderdeel van een bepaalde missie of zo, denk ik. Even eens kijken. Ik ben benieuwd. What the fuck is hier? Die bounties die. What the fuck? Hij is al gekilled. No. No. De bounty is al gekilled. Oh. Nou, leuk. Jongens, sit down. Nee! Gang attack. Oké, fuck. Daar hebben we toch wat te doen. Money, zuiver. Money, money, money. Waar zitten ze allemaal? Misschien valt jullie trouwens op, maar ik heb die... Oh, server. Ik heb dat ding... Ah, god, wacht even. Eventjes koffer, want anders word ik eigenlijk helemaal naar de kloot geschoten. Als je aimt, heb je normaal zo'n stipje. Dat heb ik veranderd. Nu heb je zo'n ding. En dat is iets duidelijker. Soms zie ik niet echt waar ik aim door dat stipje. What the fuck? Die mensen hebben helemaal geen wapens. Ik vind het niet erg, maar... What the fuck? Come on. Ah, ik denk als er nou nog een paar van die trappen afkomen, weet je wel. Oh, shit. Oh, shit. Waar vandaan? Het is op zich wel leuk dat er toch wat andere dingen te doen zijn dan alleen maar mensen die online zijn afschieten. Want ik doe eigenlijk alleen altijd een beetje kloten in multiplayer. Maar ik wist niet eigenlijk dat er ook nog iets van missies of zo waren. Of ja, missies. Ik wist wel missies, maar niet zoals dit. Zo random. Als je dat tegen kan komen. Ik moet toch oppassen. Ik heb de shotgun. Ik ben nog bijna dood. Fuck. Ik heb geen armor. Ik ga dan even armor halen naar dit. Dat kan ik op zich wel goed gebruiken. Is allemaal dood? Al het geld pakken. Oh shit, nee. Weg. Ik word helemaal naar de kloten geschoten. Oh shit, oh hier kan ik hier achterdoor. Dat is zo fucking chill. Let's go. Trouwens, mocht je ooit je wapens willen ja, aanpassen of weet ik het wel noemen, upgraden eigenlijk. Zet er geen silencer op. Ik heb hier een silencer op zitten. Ik heb echt het idee dat het helemaal geen range heeft. Het kan zijn dat het gewoon bullshit is. Dat ik dat denk. En dat het helemaal niet zo is, maar het lijkt echt dat het heel veel scheelt. Achter mijn auto, wel zonde, wordt ook helemaal auto naar de kloot geschoten, maar ja. Liever mijn auto dan ik. Waar zitten ze? Oh, daar. Hey, serieus, dit is echt veel fijner dan dat stipje. Ik weet gewoon precies waar je aimt, dus veel duidelijker. Niet als ze daar allemaal lopen. En dan heb ik geen range. Hier zit er eentje, auto 1 voor de win. Oké. Ik moest ook iets met van bepaalde kisten of iets doen. Laat ik even kijken. Ik wil eerst even dat save is, want heel veel health heb ik niet. En je bent ook snel dood in het spel.
Zie die skills, rollen alles. Is dat een enemy? Oh, dat is gewoon een enemy. Hij lokt er niet op, daarom. Dus ik wist niet dat het een enemy was. Bam! Gang attack passed, oké. Okay. Total kills, 25. Volgens mij is dat standaard 25. 20, 25. 11 headshots, allemaal heel leuk. Niet heel veel RP. Als ik oh, wacht, juist. En hier. Wat is dit? Trofie. Ken je al genoeg? Of dan zie je al genoeg van... Oh, die doet dus nooit iets van dit. Nee, inderdaad. Maar ik wil even 75 geworden. Als ik 75 ben, dan krijg ik gouden wapens. Dus. Of in ieder geval kan ik ze kopen. En waar kan ik shit vinden? Ik moest toch nog iets doen hier. Wat is dat nou weer? Oh. Oh. What the fuck? Money, money, money. Voor geld, handig. Even kijken of ik hier ineens zo geld kan vinden. Ja. En niet dat het heel veel scheelt die 500 die oppakt. Maar het gaat om het principe. Hier nog wel geld. Oh shit, 13 hele euro's. Wat kan ik met 13 euro doen? Helemaal niks. Ik ga daar ook even die mensen muten. Want ik weet dat jullie ze horen. Want ik hoor ze ook. En als ik ze hoor, dan horen jullie ze heel hard. Dus ik zal zo meteen eventjes gaan muten. Even naar mijn auto toe. Check al die gaten in mijn rug, maat. Oh ja, kan gewoon hebben, joh. Niks, joh. Schrammetje. Oh, er zijn bounties. Gaan we ook weer bounties regelen. Online. Ik vind het zo irritant dat het niet makkelijker is dan die mensen gewoon te muten. Want ik vind het zo irritant dat die kinderen al die kutheadsets aan hebben staan. Het is best wel fucking annoying. Oké, okay, bij de rest nog iemand? Nee? Nee? Weet zeker? Nee? Oké, dat is goed. Dan gaan we even naar mijn helikopter toe. Ik zal zo meteen even mijn geld op de bank zetten. Dat is best wel belangrijk, anders raak je al je geld kwijt. Eerst deed ik dat nooit, want ja, ik had toch zoveel miljoen, weet je wel. Dan fuck dat. Alleen nu heb ik zoiets van, ik heb nog geen eens 200.000. Kan ik niet heel veel meedoen. Want ik ben eigenlijk gewoon gewend om auto's te kopen, helemaal volledig te tunen en dan gewoon weg te flikkeren. En gewoon weer een nieuwe auto. Ik heb al zoveel verschillende auto's gehad, dat is echt abnormaal. En die bounties hier, dan hoef ik niet eens mee de kop te pakken misschien. Dat zou nog beter zijn, heb ik zoiets voor. Ja, ik heb stickies, het is maar hoe je het wilt noemen. Is hij ver weg? Hij is ver weg, dan pakken we eerst mijn heli. Mijn heli staat hier links. Dat heb ik laten droppen, dat is op zich wel handig. Oh shit. Oh shit. Ik hoop echt dat er een update komt, dat we daar ook extra garages hebben. Dat zou ik zo vet vinden. Op zich wel lullig als dat nou zou komen. Want, is dat hier? Ja, dat is hier. Want, weet je nou, ik heb dus echt heel veel auto's gehad. Allemaal die, hey, wat de fuck gebeurt hier? Stoeprand hoog. Die ik allemaal gewoon weg heb geflikt. Zoals die Porsche, ik weet niet meer hoe die dingen allemaal heten. Die Conquette heb ik gehad. God, weer iemand met een irritante headset. Hou alsjeblieft je muil. Oké. Players. Kan ik gewoon niet iedereen met één druk op de knop muten? Bam, allemaal stil. Wie was het? Wie was het? Oké, okay, fuck it. Ik ga iedereen muten. Oh, dat ben ik zelf. Dat gaat het niet worden. Dan kom je mute. Ah, stil! Jezus. Zo, hé, dan sorry dan. Als nou nog iemand gaat praten, dan spring je van die gebouw af. Oh, nee, shit. Nou, mute ik dezelfde. Nee. Tibo, hou je bek. Goed zo. Zo. Nou, stel. Ik geloof het wel. Let's go. We gaan even mijn heli pakken. En die kerel. Wat? Daar ga je niet mee. Oh, dan moet ik hem ook. Dan zeg ik, dan ga je er niet mee. Dat ik daar ook een andere landraad moet pakken. Die kerel is best snel. Dus ik denk niet eens dat hij een auto heeft. Kijk wat hij is op de minimap. Ja, hij kan trouwens op de snelweg zitten. Dan ben je best wel snel. Hè, snelweg. Snap je hem? Ha, ha, ha. Nee. Ik ben benieuwd hoeveel bounty dat is. Jammer dat die gehackte bounties er niet meer zijn. Dat je gewoon ineens 200 miljoen krijgt ofzo. Dat is best wel grappig. Ik heb wel een keer gehad dat ik echt 1 miljard op me had als bounty. Dat iemand dat op mij geplaatst had. En iedereen wordt dan gek, jongen. Iedereen gaat achter je aan. En dat was echt super vet. Alleen ik was gelijk dood omdat ik eigenlijk uit mijn garage reed. Gelijk helemaal naar de klote geschoten werd. Toen wou ik bij iemand instappen. En toen werd ik dus gekilled. Dus was wel jammer. Want ik wou dat echt als video gebruiken. Want het was zo fucking bruut. Maar ja, aangezien ik binnen 2 tellen al dood was, dacht ik van, nee, dan maar niet. Helaas. En waar is die bounty nou weer heen? Die kerel is echt snel, hij moet sowieso een jet hebben ofzo. Ik hoop een heli, en niet zo één als deze, maar gewoon een normale heli. Dan knal ik hem uit de lucht. En ik ben heel slecht met heli's, dus even voordat je het weet. Het kan goed zijn dat ik dat neerstort. Dus dat even gezegd te hebben. Maar ik zou zo graag hier een dikke villa hebben, hè. In plaats van zo'n lelijk appartement daar in zo'n flatgebouw ergens. Sowieso moet daar gewoon iets voor komen, DLC. En ik zeg het je, als daar DLC voor komt, ik koop je DLC. Ik wil echt gewoon een extra garage bij. Ik wil gewoon een dikke villa in het spel. En niet zo'n frothut die ik nou heb. Dat was nog het duurste ook, dat is het mooiste.
Het stelt helemaal niks voor. Let's go. Waar is die kerel heen? Moet ik eigenlijk even kijken waar die trofee van was. Want ik weet mijn god niet waar die trofee van was. Want ik doe eigenlijk heel weinig met GTA Online trofees ofzo. Ik heb heel veel dingen nog niet eens gedaan. Ik heb niet eens die rally races gedaan. Dat lijkt me super leuk. Maar eigenlijk nog niet eens gedaan. En hij rijdt hier of niet? Nee, dat is niet. Daaronder, dat ding. Daar. Nee, dat zie je ook niet. Dat is naar rechts. Waar is hij? Ik zie niks. Zien jullie? Ik zie niks. Waar zit de fuck? Oh, hij zit op de snelweg. Gewoon omdat hij zo snel was. Snelweg. Ja. Je ziet hem ook nog niet rijden. Misschien als we dichterbij komen. Wat de fuck is hij? Op zich wel een baas als ik hem nou gewoon kapot schiet. Zo. Hij heeft zijn badass achtervolging. De fuck is die gozer? Hij zit in de lucht of zo hoor. Nee. Hij moet in de lucht zitten, jongens. Of hij hackt. Hij zit niet onder mij. Anders moet hij hier over alles heen rijden. Dat kan niet. Waar de fuck is die gozer? Dat is een hacker. Er zit niks boven mij. Wat? En hij is dood. Wat? What the fuck? Waar de fuck was die gozer? What the heck? Onzichtbaar much? Hij kan niet neergestort zijn in de lucht. Hij moet sowieso naar beneden komen en ik heb niks te zien. Laat in de comments achter of jullie iets zagen ofzo, want ik zag echt niks. Is wel een beetje jammer. Beetje teleurstellend. Oké. Weet je wat we doen? Ik ga naar een bank toe. Ik weet niet of jullie dat kennen. Maar dat is best wel baas. En dat is ergens hier boven. Ik weet niet precies, volgens mij hier ergens. Oh shit. Dat is niet de bedoeling. Oh fuck. Oh hey, gek. Kom hier. Schiet op. Letterlijk even eerlijk. Schiet op hem. Hey, daar zit een alien in de lucht. Wie is dat nou weer? Oh, dat is een enemy. Of nee, dat is gewoon een random bedoel ik. Eigenlijk moet je off the radar doen als je online doet. Je kunt even voor zoveel minuten kun je off the radar doen. Oh shit. Dat is een politiehelikopter. Oh fuck. No. Dat wist ik niet. Ah, damn it. In ieder geval, als je ooit iemand ziet die jou wil killen of zo met de tank of noem maar iets. En jij spant ijs. Doe gelijk off the radar. Dan weten ze niet waar jij bent. En dan zien ze jouw naam niet. En dan kun je even ontsnappen. Want heel vaak is dat met tanks ook. Dan ben je echt fucked. Dan moet je gewoon met die manier ontsnappen. Anders kun je gewoon niet weg. Want je spant constant weer voor die tank. En volgens mij is dat hier niet waar ik zocht. Wel hier ergens in de buurt. Kijk maar, vliegkunst. Ik ben zo goed, zo goed. Hoe lang zal het duren dat ik neerstort? Holy fuck. Dit is echt erg. Waar is dat ook weer? Hier heb je ergens een bank. Oh shit. Oh, zie die skills. Ik krijg wel de politie kwijt zonder eigenlijk iets te doen. Oh, nee. Nee, weg. Nee, dat bord niet. Oké, als hij rookt is het nooit een goed teken. Ik zoek wel echt die bank. Ik weet helemaal niet meer wat er is. Dat is lang geleden dat ik daar in de buurt ben geweest. En het is niet ver weg, dat weet ik wel. Maar waar is het ook alweer? Ah shit, ik heb de politie wacht, maar... Nou, als ik dat wil gaan doen wat ik in mijn hoofd heb, kan ik beter armor en alles regelen. Maar ja, dat gaat niet werken als die politie achter me aan zit. Wat is dat? Oh, dat is hier. Ik heb hem gevonden. Denk ik. Of is dat gewoon niet? Nee, dat is gewoon niet. Oh, wel. Flow. Fuck it, we gaan kijken. Ik heb toen niks te verliezen, behalve dan mijn leven. Dan moet ik wel heel snel zijn. Anders ben ik wel fucked. Oh shit, snel. Nee, geen AK, dat is te traag. Nee, deze is het niet. Deze... Oh jawel, dit is wel. Ha! Ik ben in de bank. Hell yeah! Oké, check dit. We kunnen hier naar de kluis toe. En dat is ook wel wat ik van plan ben. Ik weet mijn god niet hoe ik daar ook weer kwam. Maar er is best een badass gebouw, geloof me. Oh, nee. Dit is de andere. Oh, shit. Dan een andere ingang, uitgang. Weet ik het wel noemen. Misschien moet ik je C4 snip flikken. Vooral als er iemand naar binnen komt. Ik weet niet via welke kant ze naar binnen gaan. Misschien via die kant. Wie weet. Dan gooi ik hier nog even zo'n ding neer. Laat vallen, goed zo. Kunnen boven. Kunnen we rechts naar beneden? Nee, oké, dan niet. Nee, is goed. Nou, die kant op. En pak even een Uzi erbij. Dan ben ik wel sneller lopen. Ik wil naar die kluis toe gaan. Ik weet dat er een kluis zit. Ik wil alleen eventjes nieuw hoe ik daar kan komen. Dus dat is eventjes zoeken. Maar
We komen er wel. We komen er wel. En ik denk dat dit gebruikt wordt voor die heist. En oh, ik wil zeggen, ik krijg een XP. Maar dat is volgens mij omdat ik de politie heb afgeschud. Hey, ik kan hier ook al naar binnen. Leuk. Cool. Maar in ieder geval, dit is volgens mij voor de heist. Hier zul je waarschijnlijk daar ook zo'n overval kunnen doen. En dat is nog steeds niet uit. En iedereen wil dat echt heel graag hebben. En ik nou sowieso, want nou ben ik toch al geld kwijt. Dus nou zou die heist een goede manier zijn voor mij om geld bij te verdienen. En waar de fuck gaan we heen? Is dit? Nee, dat is lift. Oké. Kan ik dit openblazen? Zullen we daar even kijken? Ik heb mijn god niet meer hoe ik er ook kon komen, allemaal. Oké, pak C4'tjes. Ik heb nog al die C4'tjes op die deur liggen, dus dat is niet echt heel handig. Oh shit, nee! Oeps, die dichtbij. Nee? Niet open? Oké, dan niet. Hoe de fuck kon ik ook weer bij die kluis komen? Ik weet het mijn god niet meer, echt niet. Het is allemaal dicht. Damn it. Dit kan ik denk ik ook niet openblazen. Je kunt het even proberen, maar ik denk het niet. Het is te lang geleden dat ik hier ben geweest. Hoe moest ik dan lopen? Moest ik dan wel hierdoor? Ik weet het niet eens meer. Wat is dit nou weer? Niks? Okay. Ik krijg wel gelijk een politie achter me aan. Dat is positief iets. Even kijken. Waar kan ik dan door? Er moet ergens een ingang zijn voor die kluis. Maar ik weet niet meer waar dat was. Blijkbaar dus niet aan deze kant. Lijkt mij wel, want dat is echt achter dit. Natuurlijk zit dat achter dat glas allemaal. Lijkt mij. Ik bedoel, what the fuck? Waar zou je het anders plaatsen? Zit hier nog ergens een ingang? Oh, er is een bounty op iemand geplaatst. Daar wil ik ook wel. ATM. Oh, wacht. Dan zet ik even geld op de bank. Ik heb nog geld. Hey, niet afkijken, hè. Dan zit hij op mijn ding. Oké. Nee, dat niet. Die post-it. Het is niet veel, maar het is iets. En dat flikken we er allemaal mooi op. Hoppakee. Dat is altijd wat handiger. En dit was die andere, dit was die uitgang. Daar gaan we niet heen. Hoe de fuck kon ik daar komen? Dat is echt een raadsel. Ah, damn it. Zit hier nog eens een duf? Oh shit. Oh shit, ga weg, maat. Nee. Ah, damn it. Ik was aan het laden. Fuck it. Shotguns. Kan ik niks tegen doen. Weet je wel, ik ga even armor halen. Ik ga eventjes, weet ik veel. Ik ga daar gewoon terug, sowieso. We gaan daar ook terug, maar ik ga eerst even armor halen. Dat is iets handiger. En damn it, mijn auto staat helemaal in the middle of nowhere, zeker. Dat is altijd zo leuk. Zijn er nog bounties? Oh, er was nog steeds een bounty op iemand, hè? Die moeten daar ook nog steeds... Oh, wacht, hier staat mijn... Wat? Staat mijn helikopter hier nog? Oh, dan is hier die bank. Dan gaan we straks even terug naar die bank. Of misschien de volgende keer. Ik ga even die bounty... Ik wil dat geld. Ik heb dat geld nodig. En het was dus daar zo. Dan weet ik de volgende keer waar dat was. Voor jullie ook. Daar is dus die bank. Als jullie even een keertje willen kijken. En je kunt in die kluis. Je kunt er volgens mij niks halen. Maar je kunt wel de kluis in. Dus op zich wel vet om te zien. En hij rookt een beetje. Dat zal nooit een goed teken zijn. Maar ik ben benieuwd hoe lang ik nog kan vliegen. Wat de fuck komt daar rook eigenlijk uit? What the fuck? Shit. Nee. Nee, hij gaat niet omhoog. Chopper, ga omhoog. Hij heeft er geen zin in. Dat merk ik wel. Hij heeft er moeite mee. Nee, zeg niet dat die enemy helemaal aan de andere kant van de planeet is. Het is nog net geen planeet, maar... fuck this shit. Oké, daar gaan we gewoon heen. Ik ga de volgende keer wat terug in de bank. Nee, ik wil... Oh shit, laat maar. Mijn helikopter stopt ermee. Oh, fuck. Ja, hey, leuk man. We are sorry. Ja, heel fijn. Jullie hebben een kapotte helikopter verkocht. Ik heb er niks mee gedaan. Ik kom zo uit de doos. Oh shit. Niet dat ik mijn eigen koppen eraf hak met die propellers zo. Damn it. Weet je wel, we gaan wel terug naar die bank. Ik wil nog even kijken waar die kluis zit. En misschien met een beetje geluk heeft die kerel straks nog een bounty op zijn hartjes. En snel. Oké, come on. Let's go. Oh shit, nee. Ik wil die auto achter jou. Ik hoef jou niet, ik hoef je auto niet. Ik wil die andere. Samarka Massel. Die ja. What the fuck doet die kerel? Hij is niet dood. Oh wacht, ik kan ook geen politie achter me aan, hè. Maar fuck it. Oh, twee precies dezelfde. Ik heb deze ook in mijn garage gehad. Helemaal mat zwart. Dat was ook vet. Volgens mij heb ik hem niet eens in mijn garage gehad. Ik heb hem gekocht en niet eens in mijn garage gehad. Ik had hem getuned. En toen dacht ik van, ja oké, het is leuk. Hij mag weer weg. Daarom jongens, als ik nou echt meer plek had. Bijvoorbeeld een garage van 50 auto's. Dan stond hij ook gewoon helemaal vol met alle dikste auto's. Hè. Dat is gewoon zo fucking vet. En sommige mensen die zeggen van, ja zet hem dan helemaal vol met Bugattis. Maar ik ben helemaal geen fan van Bugattis. En de mensen denken gelijk dat Bugatti's de duurste auto's zijn. En in dit spel is dat ook wel. Maar als je kijkt naar die Infinity,
Die Infinity, dat is eigenlijk een Koenigsegg. En die Koenigseggs zijn ook gewoon 2,5 miljoen. Dus die zijn er van 2,5 miljoen. Die zijn ook natuurlijk goedkoper. Dat is net mijn Bugatti. Die zijn ook goedkoper en duurder. Maar dat is helemaal geen goedkope auto eigenlijk. Dus. En nog veel vetter dan de Bugatti ook. En waar waren we straks aan deze kant? Dan moet hier toch een doorgang zijn of zo. Een, weet ik veel. Een kast die open kan. Net zoals Anne Frankhuis. Of hoe dat ook weer was. Nee, nee! Ik wil springen. Ik wil niet klimmen. Zie ik kruis of ik klim. En de bounty is... Oh nee, wat? Van wie? Had iemand nou die bounty of was hij gewoon verdwenen? Nou, fuck it. We gaan richting dat ene ding waar we net waren. Ik weet gewoon zeker dat we daar ergens door moeten. Ik weet alleen niet meer hoe. Nou, hier ligt ook niet gek veel. Waarom ligt hier niet gewoon een klein beetje geld? Gewoon een heel klein beetje. Dat zou gewoon fucking chill zijn. Bijna 75. Misschien mooi voor de volgende keer, gauw wapen. Maar volgens mij zijn die best duur en ik heb niet heel veel geld. En ik heb eigenlijk geen zin om helemaal geld op te maken aan gouden wapens. In ieder geval sowieso één gouden AK. Of gouden, hè. Praat een beetje plat. Praat een beetje plat. Waarom kan ik hier niet door? Ik kan het niet begrijpen. Ik snap er geen zak van. Open. Oh, wacht. Ik had ooit iemand gezien die zei dat je tegenaan moet trappen of slaan of zo. Ik weet niet of dat bij dit ook was. Dat is wel bij die kluisdeur. Maar die kluisdeur, als je die open wil krijgen, moet je tegenaan trappen en slaan. Ah, dat meen je niet, man. Nou, dat gaat hem niet worden, denk ik. Damn it. Weet je wat? Ik denk dat ik het ook eens op ga zoeken. Anders blijf ik hier uren aan een stuk zoeken. En jullie weten het waarschijnlijk toch al lang. En dan voel ik me extra noob. Dus we gaan nog één keer kijken of ik hem open kan trappen. En dan ga ik het even opzoeken. En dan zie ik jullie zo meteen wel weer. Tot na de reclame. Nou ja, dat zal geen reclame zijn, maar tot zo, houden. Nou, zo werkt het dus. Als je dat doet, dan komen we dus in die kluis terecht van de bank. En ik heb het net ook al een keertje eerder geprobeerd en toen werkte het niet. En er was toen een fout van de Rockstar Service of zo. Dus ik weet niet of dat het soms deze glitchy fouten veroorzaakt. Of dat het gewoon een random fout was. Maar in ieder geval, dan kom je dus hieronder en dan kom je dus echt bij de kluis aan van de bank. En ik had gehoord dat jij hem open kon maken door er gewoon tegenaan te slaan. Ja, oh, leuk man. De één keer tegenaan te scheppen, misschien zo een beetje lopen zo. Dan moet hij open kunnen. Ja, dat is volgens mij best een werk. Maar we gaan hem wel proberen open te maken. Nee, hij was bijna open. Damn it! Als je hem een beetje open krijgt, moet je gewoon... God, dit is wel een beetje klote werk, hoor. Kan ik je wel vertellen. Moet jij hier zo... Kun je hem een beetje openmaken. Damn it! Nou, het ziet er in ieder geval niet zo handig uit. En dat is het ook niet. Dus, in ieder geval, we proberen hem open te krijgen. Want dat is fucking badass. Ik wil die kluis open hebben. Oh shit. Dit moet sowieso te maken hebben met die heist missies. Feit. Nou, ik zit heel de tijd voor als ik hem schub, maar zo moet hij. Hij moet gewoon terugstuiten. Moet misschien iets verder vanaf staan. Nee? Oké, nee, is goed. Misschien kan ik hem toch ook blazen, een klein stukje. Ga ik proberen. Klein stukje, want hij is al een beetje open. Woe! Nee! Ah, damn it. Oké, poging 2. Sneller, 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 sneller! Nee, anders sluit ik met alcohol op. Fuck. Ik moet mezelf niet opblazen, anders ging ik hier echt wel staan. Maar, anders vlieg ik dadelijk aan de andere kant van het gebouw. Oh, nou gaat hij niet eens meer open. Nog leuker. Weet je wel een probleem? Als je hier zit, dat je hier niet meer weg kan volgens mij. Want deze poort hierboven kan niet open. Nee! Ik wil er naar binnen. Ah, fuck. Ja, je moet hem open schuppen, heb ik gezien. En dan gaat het wel weer open, maar... Dan kun je er tussendoor sneaken en dan kun je hem verder open duwen waarschijnlijk. Ik kan nou moeilijk... Oh, dat is goed werk. Woo! Let's go! Oh shit, check dit. Hey, hoezo? Hoezo badass? Kan hij niet verder open? Hij gaat steeds weer dicht. Nou, volgens mij gaan we gewoon naar binnen, lijkt mij. Oh shit, ga verder open!
Check dit, jongens. Check hoe dit eruit ziet. Dit is toch badass? Oké, we gaan naar binnen. Oh, die kun je ook gewoon openmaken. Handig, handig, handig. Dan zitten we dus gewoon binnen in een kluis. Nou, oké, eigenlijk helemaal niks. Om heel eerlijk te zijn, hier is dus helemaal niks. Maar het is wel fucking badass om überhaupt hier in een kluis te zitten. En ja, nou, het is wel leuk. Leuk om hier te zijn. Dat ligt niet eens geld. Al lag hier maar $100 of zo, weet je wel. Dat was al badass geweest. Nou, je kunt overal C4's op gooien, maar het heeft helemaal geen zin. Dus ik zal het eventjes doen voor jullie. Zo. Boom. Nou, gewoon helemaal niks. Helemaal na de noppers. Kan ik ook op deze doen, maar ja, ik moet daar ook nog zelf moeten plegen. Dus ik moet wel wat overhouden. Dus in ieder geval, dit was dus de kluis. En ik denk dat we deze nog veel meer gaan zien. In ieder geval in de toekomst, voor die heist dus. En in ieder geval, ik hoop dat jullie het vet vonden. En ik zal het dus even laten zien, want het is wel iets wat wel vet is om te zien. Alleen, nou heb je dus één probleempje, en dat is dit. Het is dicht! Oké, weet je wat we dan doen? Zal ik mijn eigen aansteken, dat is nog misschien nog wel veel leuker. Nou, we gaan ook al... Mooi ten einde. Nou ja, mooi. Niet echt. Dat duurt best lang, dat je eigenlijk doodfikt. Oh mijn god, serieus. Nou oké, dan doen we het gewoon easy mode. Kamikaze. En dan gaan we naar die kluis toe. Zo. Misschien kan ik het openmaken ook. Woehoe! Nee, shit. Ik wou nog omdraaien. In ieder geval, ik hoop dat je het leuk vond. Als het leuk vond, laat een like achter. En ja, voor de rest heb ik eigenlijk niet heel gek veel te vertellen. Gewoon een like achterlaten als je het leuk vond. Voor de rest kun je abonneren als jullie meer willen zien. Dan blijf je up-to-date natuurlijk. Je kunt mijn social media checken. Dat staat in de beschrijving. En dat is alles een beetje. Dus in ieder geval, tot de volgende keer. En houden we.